We zijn hier op de open dag van de familie Flinkert. Daar ben ik er één van. We hebben gekozen hier om een nieuwe stal te bouwen. Dit traject dat loopt eigenlijk al een aantal jaren, een jaar of 4, 5, dat we denken over uitbreiding. Onze oude stal werd te vol eigenlijk en met een potentiële opvolger in aandacht hebben we nagedacht over iets nieuws. En daarom hebben we gekozen om toch in één keer nieuwbouw te plegen. Zowel een nieuwe melkstal als een nieuwe stal voor de melkkoeien om in één keer klaar te zijn voor de toekomst. Op dit moment melken we bijna 1 miljoen liter melk en de verwachting is toch wel dat we over een jaar of 5 richting 1,4, 1,5 miljoen liter melk willen produceren in deze stal eigenlijk. En dan moet je het goed doen voor je koeien. Dat betekent dat de koeien hier in de stal staan met een geïsoleerd dak, met een optimale boxbedekking, met optimale boxmaten en een automatisch voersysteem van Mulrup. Met het automatisch voersysteem van Mulrup kan ik heel goed mijn koeien voeren, heel efficiënt. En doordat ik regelmatig de koeien vers voer geef, zal de voeropname toenemen. Dat ontdek ik nu al, nu we de stal maand of 6, 7 in gebruik hebben. En dat effect dat ontdekken we eigenlijk al wel. We hebben gekozen voor een draaimelkstal van de GEA Groep. De stal is ook dusdanig ingericht dat in principe één persoon het melken zou kunnen gaan doen. We staan hier bij de maatschappij Flinkert in Meppel, waar vandaag een open dag plaatsvindt. Een compleet nieuw project waar GEA Westfalisch Heutsch verschillende componenten heeft geleverd van ons complete totaalconcept. Er is hier onder andere geleverd een nieuwe draaistal, autorotor single flow, 24 stans. Er is hier geleverd een nieuwe melkkoeltank in Atlas. Er is hier ook geleverd een nieuw automatisch ruwvoersysteem van Mulrup. En verder is alle stallenrichting, zoals u hier ziet in de stal, ook van GEA Westfalisch Heutsch. Dus een compleet project waar GEA Westfalisch Heutsch voor staat. Totaalleverancier voor complete projecten in de melkveehouderijsector. We staan hier bij het automatische voersysteem van Mulrup van GEA Westfalisch Heutsch. Het is een automatisch voersysteem wat ruw- en krachtvoer kan doseren aan alle groepen koeien en jongvee. We hebben hier een nieuwbouwstal, zoals je hierachter kunt zien, waar de koeien in een hoogproductieve kant gevoerd worden 10 keer per dag en een laagproductieve kant 5 tot 6 keer per dag. Voordelen van automatisch voeren zijn dat we gemakkelijk en snel kunnen voeren. Dus het voeren kost een veehouder hier gemiddeld 15 minuten per dag, terwijl dat bij een traditioneel voersysteem ongeveer 1 uur per dag zou zijn. Daarnaast ga je dus vaker per dag voeren, waardoor de koeien meer voer op zullen nemen. Koeien beter zouden presteren. U kunt, zoals u ook ziet, de stal anders bouwen en smaller bouwen, goedkoper bouwen. Dus dat biedt duidelijk voordelen op het gebied van bouwtechnische mogelijkheden. En verder hebt u veel voordelen op het gebied van de energie. De totale energie nodig om het voer hier voor de koeien te krijgen is een fractie van een vergelijkbare mengvoerwagensituatie. Dus al met al zijn er heel veel voordelen van het automatisch voersysteem van Mulrup van GEA Westfalisch Heutsch. We staan hier bij de tank, een Atlas 18.000 liter inhoud met een expert guard, ook geleverd door GEA Westfalisch Heutsch. Compleet met controlebewaking van de melk. U kunt daar ook de platenkoeler zien hangen. Die zorgt dat de melk voorgekoeld wordt voordat die in de tank komt. Dat bespaart heel veel energie. We staan hier in de melkstal van de familie Flinkert. Dit is een draaistal van het type autorotor Magnum 40. Een 24 stans van het type single flow. Dat betekent dat er niet gevoed wordt in deze stal. Met het koeien individueel binnenkomen en opgesloten worden door een hek wat meebeweegt. Verder zit hier Demetron 70 panelen in. Verder ziet u hier Classic Evolution klauwen met de Classic Pro silicone tapevoering. Probleemloos kunt u hier alleen 100 koeien per uur meemelken, wat dus heel erg belangrijk is. Een goede slanggeleiding, zodat de klauwen altijd optimaal onder de koe hangt en de koe goed vierkant leeggemolken wordt. Je ziet hier het touchscreen van Dairyplan. Dit is het programma van GEA Westfalisch Heutsch, waar alle data van alle koeien in staan. Met dit touchscreen kunt u heel eenvoudig tijdens het melk een compleet overzicht houden over wat er in de stal gebeurt. Het gat is 1 meter, op de totale voerrek is 1 meter 3. Er zit een drukknop bovenop het voerrek. Als je hem op de stand zelfsluitend zet,
sluit je de koe zo ver op. Wil je die koe los hebben, tik je hem op zijn kop, heb je hem los. Bij een zelfstuitend voerhek moet je altijd met je vinger in een gaatje. Hier kun je makkelijk een tik op een kop geven. Wil je die koe aan de onderkant los hebben, druk je op de andere kant. Tik je hem los, schiet hij zo los. Dus nooit geen last van koeien die je eruit moet takelen omdat ze er liggen. In één keer kun je alles dichtzetten. Je pakt de hendel, je draait hem dicht en alle spijlen zitten in één keer vast. Geen beweging meer in. De lichtboxafscheidingen die we hier geplaatst hebben, zijn Heinekrel lichtboxafscheidingen. Heinekrel afscheiding, voordeel van deze lichtbox, is dat een koe heel veel comfort heeft. Je hebt zowel voor als aan de zijkanten, heeft de koe geen belemmering met het opstaan. Bij een dubbele opstelling kun je hem ook koppelen. Pakken we koppelplaten in het midden, spaar je dus de voorste buis, spaar je dubbel uit. Dus bij een dubbele opstelling heb je maar twee buizen nodig, anders zou je vier nodig hebben. De matras die in deze lichtbox ligt, die bestaat uit een latexmatras met daaroverheen Dunlop sheet, Dunlop drachten. De matras wordt bevestigd op het boxdek en die wordt om de matras heen gevouwen. Die wordt aan de voorkant en aan de zijkant wordt die vastgelegd. Die koe, door de dunne toplaag, pakt de koe veel comfort uit de latexmatras. Voordeel van deze latexmatras is dat heel lang gebruik blijft de elasticiteit in de matras zitten. De matras klinkt dus niet in.